Ja. Oranje Hofstad, wat is het voor een club precies? Oranje Hofstad is eigenlijk geen club. Het is een officiële vereniging, geregistreerd in de Kamer van Koophandel, et cetera, et cetera. En die werd opgericht, heel merkwaardig. De geboorte was op 31 januari, 's avonds, toen haar majesteit koningin Juliana haar troonsafstand aankondigde. Er was in Den Haag geen besliste Oranjevereniging meer, zoals we die vroeger altijd gehad hebben. En toen die avond hebben we gezegd, nu uit met comité's en clubjes, nu komt er weer een Haagse vereniging. Toen werd er even gedelibereerd over de naam. En tenslotte besloten we in Paar naar enige harrewar Oranje Hofstad te noemen. Dus dubbel feest eigenlijk vandaag. Het was inderdaad dubbel feest. En ik moet er nog even bij zeggen dat die 31ste januari altijd in mijn leven sedert 1938 een heel dubbel feest is geweest. Omdat Haar Majesteit Koningin Beatrix het mooiste verjaardagscadeau van mijn leven is geweest. Ach, ik ben ook op 31 januari geboren. Kijk eens aan. Een waardige voorzitter van Oranje Hofstad. U bestaat nu ook 5 jaar, hè? U bestaat als vereniging. 5 jaar, ja. Ons eerste lustrum. Wij zeggen dan natuurlijk het eerste lustrum van Haar Majesteits regering, maar toch ook het eerste lustrum van ons bestaan. Ja. Hoe heeft u vandaag de dag doorgebracht? In de Hofstad neem ik aan, voor een groot gedeelte. In de Hofstad, ja. Ik moet zelfs tot mijn schande zeggen dat waar we gisteravond in Hotel de Zijde een groot oranjebal hebben gehad en ik daar ook deel aan heb genomen, dat ik niet zo verschrikkelijk fris was om vanmorgen toch een beetje tijdig op te staan. Maar de hele televisieuitzending heb ik gevolgd. Daar begon uw dag mee? Daar begon de dag mee. En verder? Nou, dan verder zijn we, 's middags hadden we een receptie van Oranje Hofstad van 2 tot 4 uur. Zodra ik hoorde dat ik deze avond hier zou zijn, hebben we natuurlijk nadrukkelijk gezegd dat, en me verontschuldigd dat de voorzitter klokken 4 uur de receptie zou beëindigen, omdat we nog een heel eind moesten rijden. Ja. U bent streng geweest. We zijn dus dat gedaan. Ja. Verder heb ik de dag doorgebracht natuurlijk met vergelijkingen en herinneringen vaak. Dat hebben we ook nog vanmiddag op onze receptie gedaan. Die niet onaardig bezocht was, maar minder dan ik verwacht had, omdat we zaterdagavond eigenlijk officieel die op de verjaardag van prins Willem-Alexander ons echte feest hebben gehouden van de 5 jaar. U bent hier omdat u voor ons de kranten heeft gelezen. Wat heeft u er voor bijzonders uitgepikt voor ons? Nou, ik heb hier voor mijn binnenhof met een goede foto en een aardig bijschrift, maar natuurlijk van de dag zelf, daar staat er eigenlijk nog niet in. Ja. Was binnenhof, ik vind ja? De foto van koningin Juliana, onze oude, van prinses Juliana, onze oude koningin, staat er een beetje droevig op. Ah, maar, misschien kunnen we, in binnenhof bedoelt u, hè? Ja. Even kijken of we die nog kunnen zien. Maar het is toch wel een aardige foto. Ja, vindt u het zo droevig? Een tikje, ik vind dan een beetje droevig aan betrokken. Koningin Beatrix allerliefst en... Die andere jarige staat er heel vrolijk bij, hè? Ja. Ja. En Pieter van Vollenhoven was gewoon nog met een vrolijk gezicht. Ja. Heeft u nog meer uit de krant Het Algemeen Dagblad heb ik het artikel vrij uitgebreid. De foto's matig. En de Telegraaf heb ik hier zeer goed en foto's prima. De Telegraaf krijgt een 10 met een kroontje van u? Een bescheiden kroontje. Ja. Ja. Wil ik erbij vertellen dat ik zelf lees het Binnenhof in de eerste plaats en het Algemeen Dagblad, omdat ik graag een ochtendblad heb. Ja. Wat vindt u en van... in Den Haag is niet rijk aan ochtendbladen. Nee. Wat vindt u van het Binnenhof? Dat is uw echte dagelijkse kost. Dat is mijn dagelijkse kost. En ik moet u zeggen dat ik erg veel op heb in het Binnenhof. Het is de kant die ik zeer bewust heb uitgezocht. Het is ook... een door en door fatsoenlijke kant. En er is iets wat ik, wat anderen misschien kwalijk zullen nemen als ik dat zeg, maar ik heb mij altijd enigszins gestoten aan zoveel bladen die
Ja, ik weet wel, ze moeten van advertenties leven. Maar het Binnenhof, dat springt er werkelijk uit, want die leeft niet van bepaalde advertenties. Ja. En ik moet u zeggen dat ik hem daar zeer bewust voor heb uitgekozen. Ja. Een compliment. Die redactie zit te blozen nu daar. Van het Binnenhof. Ja. U heeft, zie ik, een tegeltje laten maken ter gelegenheid van het vijfjarige lustrum. Dat heb ik inderdaad gedaan. En daar heb ik een poosje op zitten zoeken, want ik heb het zelf ontworpen en getekend. Doe het eens aan de camera. Kijken of we het daarop kunnen laten zien. Oranje, wat staat erop precies? Staat ook op het bolpunt. Geliefde Beatrix regeert. Jonge vereniging jubileert. Een sterke band houdt ons tezamen. Oranje Hofstad is de naam. Simpel, kleurig en eigen ontwerp. Hè? Eigen ontwerp, eigen tekst. Mevrouw, dank u wel. En dank u dat u voor ons op deze dag de kranten las. En dan mag ik u dat dan aanbieden. Ach, dank u wel. Het krijgt een ereplaatje. De bolpoint, want ik heb... en de bolpoint. En de bolpoint. Dank u wel. En Han is niet eens jarig. Nou ja, kerken, dat zijn vaak hele prachtige gebouwen met een zeer rijke historie. En dat zal niemand ze kwalijk nemen. Maar heel vaak zit er aan een kerktoren. En daarin zit dan weer vaak een carillon. Dat is heel aardig wanneer je op fikse afstand woont. Dan is het zelfs misschien nog wel wat romantisch. Maar slaapt men daar vlak naast, dan denk je daar wel anders over. Patricia Ros uit Weesp wordt er echt gek van. En Martin Schoots ging onder meer bij haar op bezoek. Weesp, Noord-Holland. Bijna 1000 jaar historie aan de vecht. De grote kerk als schijnbaar toonbeeld van vredelievendheid, van rust. In een dorpsstadje. Schijnbaar. Het zijn deze klokken die de harten van veel Weespers sneller doen kloppen. Alleen een beetje te snel bij een aantal. Vooral 's nachts als het carillon ook elk kwartier van zich laat horen. Vooropgesteld, het is 's avonds na 10 uur, 11 uur, dat het bij mij gewoon regelmatig irritatie oproept. Ik denk van, oh jee, wat gaat de tijd snel, kan dat ding niet af. Ik denk dat het een emotionele zaak is. Ik denk dat mensen, en dat blijkt uit de reacties die we krijgen voor het doorspelen van het carillon, dat mensen het 's nachts een veilig gevoel vinden, een gevoel van geborgenheid, dat er een carillon is wat over ze waakt en elk kwartier een deuntje over de stad uitstrooit. Ik ben zelf geen nerveus mens, maar ik heb het soms heel erg druk. Dan ben ik druk bezig met allerlei problemen of dingen op mijn werk enzovoort. En dan kom ik niet in slaap. Dan denk ik van, ik wil gek van het ding. Mevrouw Ros kon er niet meer tegen en besloot een brief aan burgemeester en wethouders te schrijven met het verzoek het carillon 's nachts het zwijgen op te leggen, zoals ook al in een aantal andere gemeenten was gebeurd. Vanuit de Weesperbevolking volgden felle reacties, bijna aanvallen. Ja, die waren telefonisch en heel onplezierig in eerste instantie. Echt dreigend, of niet bedreigend, maar scheldend, negatief, heel negatief. Wat zei men allemaal? Ga weg en wat doe je hier? Rot op, zoek een ander huis, ga zo maar door. En ook pesterijen? En pesterijen, dat de mensen opbelden, hun naam niet noemden en het carillon na gingen zitten doen. Klik, 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 of bom, 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 bom. En dan hoorde je lachen op de achtergrond en dan de horen op de haak gooien. Het was met een hele nare ondertoon. Heel naar, ja. Dat ik best wel eens bang ben geweest van, oh jee. Mijn huis gaat eraan. Mijn huis gaat eraan? Ja, ruit ingooien of zo. Dat heb ik echt... Het is ook één nacht gebeurd in het pand op de hoek hier. Toen is daar 's nachts een ruit ingegooid en ik lag in bed en ik dacht van, oh gunst, als het niet bij mij is, maar ik ga me niet kijken, ik zie het morgen wel. Maar ingegooide ramen of niet, Patricia Ros ging door en de politiek moest zich er nu daadwerkelijk mee bemoeien. Een beetje laat en niet tot ieders tevredenheid. Ik vind dat BMW met deze zaak vanaf het begin aan het knoeien zijn geweest. En daar zijn ze nog nooit mee gestopt. Dat gaat alsmaar door. Dus ik ben fel tegen BMW. Want zij doen alsof de hinderwet en de wet geluidshinder en een plaatselijke verordening over geluidshinder
niet van toepassing zou zijn op een gemeentelijk eigendom, maar dat kan natuurlijk niet. Die schroom, dat komt omdat erg veel mensen in de binnenstad duidelijk gehecht zijn aan de nachtelijke carillonklanken. Dat komt zo naar voren en dan is het natuurlijk moeilijk om een besluit te nemen. De gemeente bang voor de bewoners uit de binnenstad? Ik hoor het voor het eerst en het is mij slaag onbekend dat wij bang zouden zijn voor wie dan ook. Mocht het uitmonden in een rechtszaak, dan gaan wij daar de partij in zijn. Ja. Gaan wij vinden, we zullen ons gelijk zien te krijgen. In Rotterdam staat aan de kop van de Leuvenhaven het beroemde beeld van Zadkine, de verwoeste stad. Twee foto's. Zo hoort het beeld eruit te zien. En zo ziet het er nu op dit moment uit. Ingepakt in een grote linnenzak. Bij ons in de studio, dichteres Jana Berenova, lid van het comité Hart voor Zadkine. Verantwoordelijk voor het inpakken van het beeld. Mevrouw, waarom deze actie? Dat ligt nogal voor de hand. Zadkine, het beeld van Zadkine is het symbool van niet alleen de verwoeste stad, het bombardement en de oorlog in het algemeen, maar ook, denk ik, vooral van het teruggeven van het hart aan Rotterdam, dat in de oorlog is weggerukt. Nu, Zadkine staat op een plek waar die totaal is ingebouwd. Achter het Maritiem Museum, daar komt nog een hoog flatgebouw. Straks kun je daar een bordje hangen. Achter dit gebouw staat Zadkine. Dat vonden we nogal niet passend. Dus wij dachten, daar moet iets gebeuren. Met wij bedoel ik inderdaad het actiecomité, ik ben het natuurlijk niet zelf, maar ook veel mensen uit het bedrijfsleven en uit de politiek. En vooral heel veel Rotterdammers. U moet natuurlijk niet vergeten dat in Rotterdam vlak na de oorlog een inzameling is geweest van koperen centen en van de bronzen massa zou dus een beeld worden gemaakt. Ja. Dus het beeld hoort aan de Rotterdammers toe. Ja. We hebben een alternatief plan gemaakt waar hij wel in het hart van Rotterdam zou kunnen komen te staan. Dat doen we morgen op een persconferentie in Café Restaurant Engels uit de Doeken. Ook nog nadere plannen. En we hopen dat de gemeente dat oppikt en dat er eindelijk eens een principebesluit komt voor inderdaad het de enige juiste plaats voor dat beeld. Ja. Als het comité niks doet, dreigt de commercie de cultuur te verdringen uit het hart van Rotterdam. Ja, zeker. En Rotterdam is met de wederopbouw natuurlijk al zo dat er overal wordt gebouwd en weer herbouwd en heel veel andere dingen vinden plaats. Ja. Ik geloof dat het ontzettend belangrijk is dat je één vast punt krijgt waar de bevolking, waar evenementen kunnen plaatsvinden, waar de bevolking naartoe gaat, waar inderdaad een nieuw hart ontstaat. En vandaar deze actie. En wij dachten dat Zadkine het beeld bij uitstek was om dat mee te doen. Dank u wel. Dank u wel dat u het kan vertellen. U heeft ook nog een gedicht gemaakt, hè, op het beeld. Zou u het nu willen declameren? Ja, graag. Het hart op de tong. Mijn armen ten hemel. Een gat in mijn hart. Smeek ik, nooit meer oorlog. Vergeet nooit meer de verwoeste stad. O Rotterdam, je bent herbouwd en herboren, maar zoals het vaak in het leven gaat, sta ik er nu plomp verloren. Ik mis je hart. En ik smeek sindsdien, mijn ziel onder mijn arm, ten hemel geheven, ver weggedrukt achter een traliehek. O Rotterdam, heb je misschien in je hart nog plek voor Zadkine? Mevrouw Berenova, dank u wel. Ik dank. De Amerikaanse president Ronald Reagan gaat binnenkort op bezoek in West-Duitsland. En hij zal daar bezoeken de begraafplaats Bietburg. En dat is een omstreden zaak geworden, omdat op die begraafplaats 49 SS'ers liggen begraven. Er is veel over gediscussieerd, maar president Reagan gaat toch. Hij wuifde al die kritiek gisteren weg. De man die de discussie begon en die de president en de wereld duidelijk maakte dat het gaan naar Bietburg een hele foute zaak was, dat is Elie Wiesel. En onze correspondent in Amerika, Simon Hammelburg, sprak met hem. May I, Mr. President, if it's possible at all, implore you to do something else, to find a way, to find another way, another site. That place, Mr. President, is not your place.
Your place is with the victims of the SS. They were my friends, they were my parents. Mr. President, there was a degree of suffering and loneliness in the concentration camps that defies imagination. Cut off from the world, with no refuge anywhere, sons watched helplessly their fathers being beaten to death. Mothers watched their children die of hunger, terror, fear, isolation, torture, gas chambers, flames rising to the heavens. But, Mr. President, I know and I understand, we all do, that you seek reconciliation. And so do I, so do we. Op deze wijze sprak Elie Wiesel kort geleden de belangrijkste Westerse leider toe. Zonder enig verwijt, zeer direct, en hij functioneerde min of meer als het geweten van president Reagan. De Amerikaanse president besefte met vele van zijn landgenoten dat er vergissingen waren gemaakt. Bijna iedereen was opgewonden, maar lang niet iedereen voelde waar de grens tussen emotie en feiten lag. Wiesel wist deze en het verschil tussen goed en kwaad zo goed onder woorden te brengen dat er een schok door het Witte Huis en de rest van het land ging. En dat, het wakker schudden van mensen, is het levensdoel van deze briljante schrijver en filosoof die als kind in twee concentratiekampen terechtkwam en deze, bij wijze van toeval, 40 jaar geleden overleefde. 40 years, in biblical terms, mark a generation. It's a very special number, it's a very special figure. Now, it is possible for a civilization to decide not to think of the past and only to build on the future. But then that civilization is doomed. For what does culture mean? What does progress mean? What does humanity mean? If not our ability to take the past into account and see what we can do with it for the sake of the future. If we seek remembrance, it is surely not for the sake of the dead. It's too late for the dead. Not even for the sake of those who survived the dead. It is too late for them as well. But we do think of the future of our children. And when I say children, I mean children everywhere. Those who were born after the war, those who have children now. And we live in such dangerous times, such perilous conditions, so many wars, so much violence, so much hate, and so much uncertainty with regard to the future, that I believe if we could cope with the past, although it is impossible, but we may try, then a gate may be opened towards reconciliation, towards another form of togetherness among nations, not only among people. Now, you recently paid a visit to the White House to talk to the president about his upcoming visit to Western Germany, especially his visit to this cemetery where SS people were buried. Apparently, the president was shocked. How come he needed your conscience to be aware of that or to become aware of it? Oh, no, I don't know whether he was shocked. I think he was moved because he said so. He told me he was moved. I'll tell you what worried me so much. You know, you are a journalist and you cover events on the highest level. For such a journey to be prepared, every step involved dozens and dozens, if not hundreds of people. A visit to the cemetery had to be approved, right? Or studied, at least, by the Pentagon, by the CIA, by the FBI, by the Secret Service, by the State Department, and by the embassy, American embassy in Bonn, and then on the German side, by all the president's advisors and so forth. Which means maybe 200-300 people were aware of that problem, and they weren't aware of it. Which means, how come that all of them remained insensitive to the fact that these graves might create a problem? How come? I don't know. That is a problem. That is what worries me so much. Why did you not refuse this medal you received that particular day you went to the White House? By law, it is the president who must simply hand over the medal. But the medal is given by Congress. Now, had I been asked by the president's staff
not to say certain things, I still wouldn't have gone. But once I realized, which I sent them the text beforehand, that I could speak, I felt there is no reason in the world for me not to say to the president, and as it turned out, to the American people, what I thought of certain moves that some of his aides wanted him to make, and also of my gratitude to the American people. I think America is still a very great and democratic and free nation. Nowhere in the world would such a ceremony could take place, where a simple citizen of the United States could meet in the House of Power, in the House of the President, and tell the President that he may be wrong. That is to the credit of America. Sometimes we have to speak up what I said to the President. I come from the Jewish tradition. The Jewish tradition taught us that at times we must speak truth to power. My purpose was and remains not to re-emphasize the crimes of the Third Reich in 12 years of power, but to celebrate the tremendous accomplishments of the German people in 40 years of liberty, freedom, democracy, and peace. That's why I accepted the invitation to Bitburg, and that's why I'm going to Bitburg. Einde van onze middageditie, dames en heren. En met een ware cliffhanger besluiten we deze aflevering. U gaat beelden zien van de Belgische televisie. Een Sintelberg in de buurt van Luik is aan het schuiven gegaan. Hij dreigt op een 33-tal huisjes terecht te komen. De bewoners van die huisjes zijn al geëvacueerd. De berg kan, ieder ogenblik zeggen deskundigen, naar beneden donderen. Oorzaken kunnen zijn een beplanting die weggehaald is, een mijnschacht die eronder zit en wellicht regen en een lichte aardbeving die daar in 83 plaatsvond. Mensen met een geheugen herinneren zich Aber van 1966 in Wales, toen een Sintelberg op een school schoof waar tientallen kinderen bij omkwamen. De Sintelberg zal ons de komende dagen bezighouden. Dirk, nog een bericht wellicht? Nog even Studio Sport. Er is vandaag één wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Het betreft hier de eerste divisie en daarin versloeg Veendam voor 2500 toeschouwers de Graafschap uit Doetinchem. Het werd 1-0. Het Veendamse doelpunt werd al voor rust gescoord door de heer Klompstra. Bij winst had de Graafschap van de vijfde naar de tweede plaats op kunnen klimmen. En helaas, het is niet gelukt. En nog iets wat gezakt is. De dollar van 3,56 op vrijdag naar 3,49 op maandag. Dat was gisteren in New York. Een goedkopere dollar in Nederland zal dus de benzine wel weer duurder gaan maken. En het Zweedse witte brood en nog zo wat van die dingen. Nog een Belgisch bericht wellicht. In België krijgen 6000 gevangenen 2 maanden strafvermindering vanwege het bezoek van de paus. Ik wens u smakelijk eten en ook alle oranje klanten. Ja, en tot slot van de middaguitzending het Bijbelverhaal voor de jeugd, zoals iedere week verteld door Olaf Wijnands.